Dit is heel raar. Dit ziet eruit weer raar als op een pornofilm die we aan het opnemen zijn. Ja. Dit is echt, dit is niet oké. Okay. Ik voel me niet op mijn gemak. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ella zit al lekker te eten. En ik ben ook bezig met een fantastisch eitje met kaas erop. Moet je eens even kijken. Potjandori. Het is trouwens echt lang geleden dat ik een eitje heb gemaakt. Ik maak eigenlijk nooit eitjes. Het is altijd of een broodje met kipfilet, avocado en ei. Zeg maar gekookt ei. Zo, tyfus. Of ik eet gewoon kwark met een banaantje erin. Maar ik denk, voor de afwisseling is dit wel eens een keer lekker. Goedemorgen. Toet, 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 toet. Is lekker? Nou zeg, hey. Het is gewoon een heel lekker eitje. Maar goed, Ella en ik die kijken de laatste tijd dit programma op Netflix. Het is een soort van documentaire meer. Het heet The Toughest Prisons. World's Toughest Prisons. Over inderdaad gewoon zeg maar de slechtste en gevaarlijkste gevangenissen. Het is wel interessant. Het is wel leuk om te zien. Echt lijp dat er gewoon soms mensen levenslang in de gevangenis zitten. Die dan gewoon niet eens meer een doel hebben. Of een vooruitzicht dat ze ooit nog vrijkomen. Dat lijkt me zo raar. Het is tijd voor een TikTok, jongens. Maar hier of niet? Ja, dat is goed. Wat moet ik doen dan? Even vasthouden. Oké. Okay. Pas op. Oh, zo? Hoe dacht je dan? Moet jij toch zo vasthouden zoals een baby? Of dacht je zo? Ik dacht zo. Oh, de baby. Oké, okay, zet me aan. Zet me aan. Nee, ik ga staan. Nee, zit aan. Wat gaan we doen? Weet ik niet. Stop. Dit is heel raar. Dit ziet weer raar als op een pornofilm die we aan het opnemen zijn. Ja. Wat voor TikTok? Het is die Buzz Down, de mama. Ik heb je TikTok toch laten zien. Ja, maar wat moet ik doen dan? Ik moet jij denk ik zo vasthouden, kom maar. Dat vind ik een beetje eng. Oh. Auw. Zet aan. Ja, maar wat gaan we doen? Ja, jij wilt toch een TikTok maken? Even neer. Jij wilt een TikTok maken? Ja, maar we moeten toch eerst even een concept bedenken? Ik weet het niet. Het enige wat je moet doen is op dit. Mama. Ella die heeft een fantastisch leuk TikTok idee. Namelijk... Turning my boyfriend into me. Ik heb helemaal geen zin in. Nou, daar gaan we. Het beginstukje is dus opgenomen dat ik binnen kom lopen en vervolgens moet ik dus nu de kleren van Ella aantrekken, dus ja. Ja, lach maar. Lach maar. Dit is echt niet oké eigenlijk, weet je dat? Dit is niet oké. Okay. Ik voel me niet op mijn gemak. Wat zit jij nou weer stom te lachen? Nou, maak die fucking TikTok. Nee. Wat zit je nou stom te lachen? Vind je dit grappig? Ja, vind je heel grappig dit. Soms snap ik ook niet waarom ik dit soort dingen doe. Cool, ga je TikTok maken. Ook zo hard er ook bij. Ja, maak een filmpje. Nee, openlaten die. We hebben magazine meer in. Doe! Echt een mental breakdown op het moment. Ik ga hem ook nu weer gelijk omkleden. Het is klaar. Het is afgelopen met de pret. Dat doe ik mezelf aan. Kijk nou even! What the fuck is dit? Oh! Ik ben momenteel... zwaar ongelukkig. Door jouw TikTok! Ja, je doet het toch zelf aan mee? Achteraf heb ik wel zo'n spijt van. Ja. Ik ga haar naar huis brengen zodat ik niet meer in de verleiding kom om stomme TikToks te maken. Ik heb Ella thuis afgezet en ik wilde eigenlijk eventjes langs Niek gaan. Alleen die is gisteren uit geweest en die was om 6:30 thuis. Maar ik weet niet wat zijn status nu is. Of hij nu helemaal naar de kloten is of dat hij gewoon nog wel wil chillen. Ik ga hem zo eventjes bellen. Want ik vind het wel even gezellig om weer even langs Niek te gaan. Niek die nam op, ik had hem even gebeld, maar die was op het strand en die was helemaal naar de kloten. Die was brak en hij moest zijn fiets nog ophalen in de stad, want die is je vergeten gisteren en zo.
Echt een brakke dag had Niek vandaag. Ik heb vandaag ook een beetje een gekke dag. Want ik heb vandaag echt totaal geen planning. Ik heb geen idee wat ik ga doen. En dit zijn wel momentjes van het dagelijks vlog inderdaad. Dat ik ook denk van ja, maar wat ga ik nou in godsnaam vandaag filmen? Want ik, wat ik zeg, ik heb helemaal geen planning vandaag. Ik ga helemaal niks doen. Dus op dit soort momenten is dagelijks vlog best wel lastig. Want ik wil een hele leuke vlog voor jullie maken. Maar ik doe niet zoveel vandaag. Maar goed, maar aan de ene kant is het wel leuk om te filmen. Want jullie zien dan wat ik zeg maar op een dag doe als ik niks doe. Want ook mijn leven, misschien kan het voor sommigen soms eruit zien alsof het allemaal heel leuk is. En allemaal gekke dingen gebeuren. Maar ook ik heb gewoon dagen dat ik lekker op de bank zit en helemaal nergens zin in heb. En gewoon lekker niks doe. Ja, dat eigenlijk. Ik was dus gisteren bij mijn ouders weer thuis. En die hebben dus ook nu die Sonos set die ik had gekocht. Die hebben zij ook gekocht. Ze hadden al Sonos. Maar zij hebben dus ook deze kleintjes. Die Ones heet deze. Alleen, wij hebben het nu hier staan. Maar eigenlijk is het natuurlijk fucking chill als ze daar hangen. Dus zeg maar daar hangen. En deze staat zo... Ja, kijk, dit staat sowieso eigenlijk al heel... Ja, niet zo mooi. Kijk, als het dan ook daar in die hoek hangt. Maar ik vraag me af of ik dat zelf kan doen. Dus ik ga even mijn pa bellen. Want volgens mij moet je dus ook gewoon boren in de muur en zo. En ik weet niet of dat echt helemaal weg is gelegd voor mij. Maar we gaan het even vragen. Dit is Michel Visser. Hij neemt gewoon niet op. Hey, pap. Hallo? Hallo? Hey. Pinsley. Hey, pap. Ik had een vraagje. Ja. Kan ik zelf van die Sonos dingen ophangen? Als jij een betonboor hebt, wel ja. Maar die heb ik niet. Nee, dat kan het niet. Heb jij een betonboor? Ik wel. Ja, ik wil het ook gaan ophangen. Alleen ik dacht ik bel even om het, voordat ik het zelf doe en het gaat helemaal fout. Het kan niet met een elektrisch schroefmachientje. Oh. Dat gaat niet. Want jij hebt namelijk betonnen muren. Ja. Dus je moet wel een klinkboor hebben en de juiste. En plugjes. Nou ja, plugjes zitten er op zich wel bij. Ook al is het meestal wel heel zwaar. Ja, dus ik heb eigenlijk gewoon zo'n boor nodig die ik niet heb. Nee. Oh, nou top. Ik kan het dus niet zelf, want ik heb een betonboor nodig. En dat heb ik niet. Dus dan wordt het heel lastig. Oh jongens, het is vandaag echt een saaie dag. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik doe ook helemaal niks. Ik heb lekker op mijn bed gelegen. Ik heb lekker een beetje TikToks gekeken. Ik heb een beetje administratie gedaan. Dus ik heb wel wat gedaan. Maar het is helemaal niet een hele spectaculaire dag voor jullie. Maar als het goed is, zijn er twee mensen, twee chef-koks, zijn heerlijk eten aan het maken. Woehoe! Kijk eens even. Ja, het is lekker. Ik zei al dat de twee chefkok bezig waren met een fantastische maaltijd. Met de chefkok Danique van der Veerdonk. Oh, goed en hoor. En sous-chef Willem. Zal ik dan voor het dessert zorgen? Hoe noemen we dat? Patisserie? Nee? Nee, die is de sommelier. De sommelier? Wil je wijn? Nee. Wat, hoe heet dit? Curry kip madras. Oh, jongens, ik ga lekker eten. Heb ik nog wat gedaan vandaag? Ik lig momenteel lekker op de bank. Willem en Danique zijn al aan het slapen, want Willem moet morgen vroeg werken. Ik wist het ook al wel van Gio, hoor, toen ik bij hem woonde ook. Zeg maar dat als je dit soort dagen hebt, van die dagen dat je eigenlijk helemaal niks doet, dan ben je de hele tijd soort van niet gestrest of zo, maar je bent de hele tijd gewoon net niet relaxed, omdat je de hele tijd bezig bent van oké, ik wil eigenlijk nog iets gaan filmen of... Of ik heb niks gefilmd vandaag, shit. Ik weet het niet wat dat voor soort van gekkige druk qua of stress is. Maar aan de ene kant vind ik het ook eigenlijk weer gewoon prima zo. Want ik vlog mijn leven en ik laat aan jullie zien. Nou, dit soort dagen zitten er ook tussen. Dus het is misschien een iets minder leuke en interessante vlog dan normaal. Alleen ja, dit is ook mijn leven en dit is ook gewoon wat ik doe. Lekker 's avonds op de bank een filmpje kijken in mijn eentje. Tja, zo jongens, het is inmiddels 11 uur en ik heb net een film gekeken. Het ging over een Poolse maffiabaas. Hij stond op nummer 1 bij Netflix, dus het leek me wel leuk. Maar ik ga lekker mijn bedje in, jongens. Het was weer een fantastisch leuke dag. Veel gedaan. Nee, dat hebben we niet. Maar jongens, wat ik al een paar keer heb gezegd in deze vlog. Dit soort dagen zitten er ook tussen. Lekkere dagjes, lekker niks doen.
Is ook goed. Ik wil je trouwens sowieso bedanken voor alle lieve reacties onder de vlog steeds. Mensen zijn, die zijn allemaal heel erg positief over de vlogs die ik maak. Dus dat vind ik heel erg, vind ik heel erg fijn om te horen. Ook al was deze iets minder leuk. Maar ja, wat ik al zeg, dat kan een keertje gebeuren. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga lekker mijn bed in. En ik spreek jullie morgen bij een nieuwe vlog. Later!